Met de tijd meegaan is voor ouderen lang niet altijd makkelijk. Man bijt hond bekijkt het hedendaagse moderne leven door de ogen van Grietje Post. Hallo Werkendammers! En af, poesie. Mevrouw Post. Eerst mijn krant lezen. Bent u wel eens in het buitenland geweest? Nee, nog nooit. Nee? Nee. Nou, ik heb heel veel boeken van de natuur en van Nederland. En dan ga ik lekker op mijn gemak in de bank zitten en een beetje zitten genieten. En dan denk ik, nou ja, dan doe ik net dat ik op reis ben. Dan spaar een hoop geld uit en ik kan toch genieten. Toch? We gaan vandaag naar een plek waar de wereld aan je voeten ligt. Waar de wereld aan je voeten ligt. Ja, waar zou dat zijn? Ja, je bent natuurlijk op een hoog gebied, dat lijkt me dan Limburg. Is dit Schiphol? Ja. Oh, dat, als ze dat thuis weten, dan schreeuwen ze het uit. Dus toch geen sportvliegtuig, nee hè? Ik heb mijn rolletjes bijna vol, dus... enorm groot, hè? Ja, dus één keer in hun leven mee te maken, dat is heel interessant. Er zijn mensen die dit als hobby doen, hè? Ja, maar die hebben niks anders te doen, denk ik. Ik heb druk genoeg thuis. Amsterdam Airport Schiphol. Ik heb het nooit meegemaakt. Het is schitterend. Wat vind je dan zo mooi eraan? Ja, nou, dat drukte en vooral allemaal blije mensen. Ze gaan allemaal ergens naartoe. Zullen we maar eens binnen gaan kijken dan? Mag dat? Mag dat echt? Oh, graag. Mijn meen, is dat echt waar? Oh, nog graag. Bremen, Hamburg, Dublin, Londen, Kopenhagen, Barcelona, Madrid, Stockholm, Hamburg, Oslo. Nou, heel de wereld, hè? Ja. Als u nou zou mogen kiezen, waar zou u dan heen vliegen? Nou, Leeuwarden. Dan ben ik dik bij Moddergat. Mevrouw Post, ja? Heeft u wel eens een hamburger gegeten? Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Nee? Jongen, jongen. Het is de grootste die ze hadden. Heerlijk. Begrijpt u nu een beetje wat het is, een hamburger? Ja, een ham. Er zit natuurlijk ham in. En een burger, ja, dus zeg, dat is gewoon een gewone burger. Maar ik ken het woord van het Engelse woord niet. Wat is een burger dan? Nou, dat ben ik. U bent een burger? Een hele gewone burger, ja. Niks meer en niks minder. Maar dit is wel een hele bijzondere burger, ja, toch? Ja, die is heerlijk. Je kan het opeten en de burger niet. Nou, dan ga ik bij het raampje zitten, mag dat? Oh, wat leuk. Dat vind ik prachtig. Als je dekken ogen dicht doet, dan gaan we de lucht in. Op zo'n manier ervaar ik het. Nou, ik ken het natuurlijk niet, dan weet ik wel dat er nooit komt. Maar ik vind het prachtig om mee te maken. Ik vind het prachtig.